Welkom bij Cut the Crap. Naast me zit een man die jullie vast al eens hebben zien passeren online. Ik heb het weten beginnen. Ik weet hoe het gaat. Ik weet wat hij ervoor doet en hoe je het doet. Ik ken hem al verschillende jaren achter de schermen en vind dat ieder van jullie eens mee mogen horen en leren. Want voor we het gaan hebben over hoe dat hij de hele wereld kleedt en dat de hele wereld zijn Pironi-Way nabootst, Ga ik eerst 50 jaar terug in de tijd, naar het Belgische Limburg. En ga ik even iets, voor zij die op Spotify luisteren, op YouTube kan je het kijken, ga ik even iets aan de muur ophangen wat daar aan de vooruit hing bij de lokale kroegen. En ik herhaal met heel veel Belgische schaamte 50 jaar in de tijd. Moment. Massimo, ik hang hier uh, ja. heel ongemakkelijk. By the way, Massimo Pironi, welkom. Maar eerst even een ongemakkelijk moment met heel veel Belgische schaamte langs mijn kant. Ik ga uitleggen wat ik net heb gedaan. Ik heb, een, uh, ik heb iets nagebootst dat jij mij eigenlijk geattendeerd hebt heel lang geleden. Dat vijftig jaar geleden in de Limburg, waar jij zit opgegroeid, dit ging. Uh -huh. En ik hang dat hier nu tussen oh. ons. Uh, en daar staat op. Italianen en honden buiten. Ja, klopt. Dat was zo. Uh, de eerste Italianen die kwamen uh, voor in de mijnen te werken. De klassieker, die hadden eigenlijk uh, geen gemakkelijke tijden. Ten eerste, die woonden in barakken. Dat was al. Uh, ze werden in barakken gestopt. In echt letterlijk houten barakken. Uh, ten tweede, die. Terwijl de Belgen in de huizen woonden. Ja, die woonden in huizen. Um, nu, ik ben later gekomen, maar. Uh, de eerste generatie woonde duidelijk in barakken rond de mijn, echt rond de koolmijn, gewoon op, op het terrein van de mijn. Uh, die tijden werden die, ja, natuurlijk. Die, 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 het werd, er werden affiches gezet uh, in heel Italië, er werd goud beloofd. Die werden naar België gelokt om in de mijnen te werken. Dat is het echte verhaal. Uh, en daar. Um, ja. Begon het allemaal uh, als, een, als een sprookje? Ze vertrokken van Milaan, van, van Zuid-Italië, van Bari. Daar is ook onlangs, uh, ik denk, zijn er nog, um, is er nog een, een soort van, van aflevering over geweest, ik denk twee jaar geleden. En daar ziet je duidelijk dat wij, wij ik, ik wil ook niet te generaliseren, maar als, als buitenlanders toen heel slecht onthaald werden in België. Ja. Dat is maar waar, dit? Ja. Italianen goed, ja. en honden hingen aan de kroegen. Aan de, aan de kroegen, aan de cafés, ja. Aan de cafés. Vandaar dat, um, dat er nog veel Italiaanse gemeenschappen zijn. En die Italiaanse gemeenschappen die zijn er nu nog altijd, maar die zijn ontstaan voor dit omdat ze nergens binnen konden. Dus ah, zo. Dus ja. die zijn eigenlijk zelf gemeenschappen ja, beginnen te creëren. klopt, ja. Omdat ze eigenlijk niet ja. welkom waren bij de Belgen. Klopt. ja. ja uh, je hebt dat uh, zowel in het Genkse, je hebt um, bijvoorbeeld. Uh, Beringen heeft uh, twee, La Baracca, uh, Lindeman, Heusden, Zolder. Al die, al die gemeenschappen hebben eigenlijk ook zelf hun, hun gemeenschap gemaakt. Ik. Waar trouwens mijn opa in Beringen aan mee heeft geholpen um, toen die ooit afgebrand was, uh, heeft hij ook zelfs aan meegeholpen. terug aan de opbouw, zoals iedere mijnwerker terug na zijn uren ging werken aan de opbouw van dit. Uh, Omdat hij toch uh, iets van sociaal ja, leven wou. Van we... toch iets sociaal. Nu en, uh, de reden waarom ja. ik op die manier start, want dat is heel ongebruikelijk. Um, vandaag zit iemand hier bij mij, ja, ik denk dat wij elkaar heel goed kennen. Ja. Um, jij kleedt heel de wereld. Ik wil eigenlijk dat vandaag in de podcast dat mensen geïnspireerd geraken. Al mijn podcasts zijn eigenlijk ik heb crap van stop met een bullshit, maar ook ja. altijd positief. Er zijn altijd lessen uit elke podcast. Ik wil straks eens laten tonen hoe, hoe, hoe maniacaal jij ermee bezig bent. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe gepassioneerd jij ermee bezig mm -hmm. bent. Hoe, daar kon ik het op terugkuimen. Maar ooit, ooit vertelde jij mij dit. Ja. En wij in Antwerpen, ik ben opgegroeid, ik ben 51, allez, als dit wordt uitgezonden 51, mm -hmm. nu nog 50. Dan kenden wij wel het verhaal met Marokkanen uh -huh. en discriminatie. Uh -huh. Maar ik had nooit een link gelegd met andere discriminatie. Nu, in de jaren tachtig bijvoorbeeld, waar ik ben opgegroeid, ik was heel jong, jij voelde nog steeds. Dat, ik was een van de weinige Massimo in de klas, er was hier en daar nog iemand, maar je werd. Eigenlijk toch altijd bekeken als buitenlander. Dus dat was in de jaren tachtig nog altijd. Uh, bijvoorbeeld discotheken, jaren tachtig, negentig, met de portiers buiten. Ik ging nog niet naar discotheken toen, uiteraard. Maar dat, de verhalen gaan nog altijd van: ah ja, als je met een groep waard, buitenlanders, mocht je niet binnen. Ja, dat dus heb dat ik eigenlijk ook nog geweten. Zelfs nog wel begin in. 2000. Zelfs begin 2000 zijn er nog, nog ja, zo van die. Maar wij hadden nooit de link gelegd, uh, ook zelfs met Italianen. Ja. Ik herinner mij nu ook. Uh, ik heb ooit een vriendin gehad uit Spanje. Mm -hmm. En die had een Spaanse club waar die samenkwamen. Dus ja. waarschijnlijk zal het daar ook wel uit gecreëerd zijn ja. dat die samen. Uh, nu, hoe, um, ik was gegenereerd als ik dit op, op in. Hoe, hoe zie jij er eigenlijk naartoe? Want jij kleedt alle, alle top van de top van België van buitenland. Zeg jij het kleden? Zeg jij ons stylen? Zeg ja. jij ons zeggen hoe dat moet? Ja. En, hoe, hoe, hoe zie jij hiernaar? Ja, ik, ik probeer daar gewoon... Allee, ben er eigenlijk overgewalst. Ik probeer daar gewoon met positiviteit over te wassen. Natuurlijk was dat geen... Ik zeg het ook, de jaren tachtig, als ik terugkijk naar, de, naar, naar, uh, naar het lager onderwijs, dat was niet echt een leuke periode voor mij. Want uh, ze konden de naam zelfs nog niet te goed uitspreken in die tijd. Ja. Dat zijn dingen die mij bijgebleven zijn. Dus uh, ja, het waren sowieso andere tijden. Ja, ik kon uh, deze nu wegdoen. Ja, dat is misschien ik, beter. Ik vind het weg. En de reden waarom... Ja, ik wou het toch wel eens meegeven naar een, een breder publiek. Ja. Um, maar vooral terug naar u. Omdat jij groeit op in het Limburg. Um, jij hebt gevoetbald. Ja. Eerst misschien eens even, Peroni, wat doe jij juist? Oké. Okay. Uh, ik heb een heer kleermakerij. Uh, nog ambachtelijk, zoals vroeger. Ik heb een puglia mijn atelier werken we met zes mensen. Um, wij doen nog het echte maatwerk, uh, sumisura bespoke tailoring, zoals het, um, het gebruikelijke woord is, en dat wil zeggen vanaf nul beginnen met patronen beginnen maken voor klanten, een echt persoonlijk klant per klant een patroon maken met eerste tweede tussenpas en dan werken wij af. Jij bedoelt met een patroon maken, bijvoorbeeld, ik zit hier nu heel uitzonderlijk, ja. uh, ik zit hier in een pakje, ga straks ook nog een trouw. Ik zit hier in een hemd ja. dat jij gemaakt hebt. Ik zit in een broek. Mm -hmm. Kostuum wil ik niet verkreuken. Daarom heb ik het niet. Maar jij hebt eerst mijn maten gepakt, één keer. Ja. Dan gaat dat... Dan gaat dat naar Italië. De stof wordt opgestuurd. Ja, je kiest eh, bij je ook de stof. Je adviseert de stoffen. Ik adviseer de stoffen. Uiteraard eh, wordt daar een heel... Eh, huiselijke sfeer gedaan zoals bij mij. Maakt ook eigenlijk niet uit of dat hier is of in uh, Milaan of, of ja, in Ja, daar komen we straks later op terug hoe ja, dat doet. Maar um, de maar stoffen e gaan... Jij kiest de stoffen je dan al? Ik kiest de stoffen. Je kiest de stoffen en het model, want wij gaan knippen al, dus in de in de cutting gaan wij al... Uh, maar eerst, weten. Je, eerst, eerst pak je de maten? Dan de mate. kies je lichaamsmate. eigenlijk... Lichaamsmaten. dan gaat het nog verder. Hè. Ja, lichaamsmaten. Wel belangrijk, lichaamsmaten, want de dag van vandaag wordt er heel veel um, Allee, anders overgebracht dan het is. Er worden geen maten genomen met pasvormen. Er worden lichaamsmaten genomen. Ja. En daar begint het eigenlijk. Dus, maar echt alles. Ik weet dat bijvoorbeeld bij mij, mijn schouders en dan ja. mijn, mijn waist is helemaal anders dan ja. iemand anders. Dus bij u is het volledig op maat. Je kiest dan ook nog eens een model. Jij adviseert en jij zegt vlak af: ik heb, ik heb een donkerblauw, ik heb ja. ook een, 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 een iets donkerder grijs. Dan zeg jij. Hoe is mijn grijs? Hoe noemde dat grijs dat ik heb gedaan? Grisalia. Daar? Grisalia. Dat is het originele grijs eigenlijk. Dat, het originele ja. grijs, maar dan? Dat, is, dat kruist. Doppio petto, dat is croisé. Ja, ja, dus dat is het model dan. Dat wordt gekozen nadat de maten genomen zijn. Want dat is heel belangrijk als we gaan knippen, dat we weten of dat het single breasted of double breasted is. Voilà, dat is. bedoel ik. Dus, ja. dus je pakt de maten, de menselijke ja. maten, het model. Ja. Want voordat je dan gaat beginnen, moeten we de stof... Moeten weten, ja. Ja, we moeten weten hoe dat we het moeten knippen. Is het een puntrever, een gewone rever, Welke mouwen inzet dat we gaan doen? Dus we moeten heel veel weten op voorhand. Want dat is gaan... heel uitgebreid. Hè? Ja, dat is heel uitgebreid. Dat mensen niet denken dat gewoon een kostuum kost Nee. Als we gaan knippen, moeten we weten hoe dat je je broek wilt, of je, of je vest wilt, of je overjas wilt. Ja, nu dat ik u een beetje ken ja. uh, ik heb er weinig uh, inzage gehad Ik bedoel jij <laughs> ze zo'n baal zegt ik <laughs> jij hebt gezegd en dat heb ik ook blindelings verteld, omdat ik ook weet dat het beste is ja. <laughs> we battelen heel veel ja. ik hoop dat ze mogen meegenieten ja. uh, maar ik heb u volledig laten doen hè? Ja. voor mijn eerste kostuum werd je ervoor ja. gekozen voor dat blauw ja dat was dat blauw ja. dat is, uh, het is gewoon uh, casual hè ja dat is uh, nee casual niet dat is eigenlijk ja. uh, klassico. klassiek Klassiek blauw, um, je weet niet wat je moet aandoen. Trouwfeest, eender welke occasion. Blauw. Ja, ik wil gewoon plus eens afspreken, wil chic, uh, whatever. Goed. Altijd ja, goed. goed ja. En het andere grijze is? Ja, dat is een double-breasted. Uh, dat is al iets meer impressive. Ja. Uh, als je alles iets anders als de rest wilt zijn, zeker door het model. Ja, hoeveel, hoeveel van die modellen heb je eigenlijk? Goh, modellen zijn er veel. Wat dat voor mij belangrijk is, wij kunnen elk model bijna maken, Maar de, het zijn de werkuren die erin steken. We steken er echt nog 60 tot 65 werkuren in. Dat is veel belangrijker voor mij dan het model. Want het model is eigenlijk uh, het minste van onze zorgen, want dat is het makkelijkste. Wat is het meeste van uw zorgen? Uh, ja. Werken met personeel. Ja. Hey? De afstand vaak, hè? Hey? Ja, de afstand. Um, het op afstand sturen. Aansturen. Aansturen. Want er komen zelfs op toe, je ja. nu een atelier dat je ook opent ja. in, in Puglia, waar dat ja. mensen... Allez, wacht, dat is de reden waarom dat ik, ik wil dat, dat mensen dat horen. Mensen vliegen, bijvoorbeeld jij ze gisteren naar Milaan over in gereden, ja. twee dagen, uh, waar dat mensen van over heel de wereld naar Milaan vliegen. Voor uw advies, voor, voor het opmeten en alles. Maar dat gaat u nu ook doen in uw eigen atelier, waar de mensen ja. eigenlijk kunnen zien hoe hun kostuum gemaakt wordt. Ja, het ja, nieuwe atelier is eigenlijk um, vergelijkbaar um, met een restaurant op een keuken. Die op keuken, ja. Dus we hebben een private ruimte, We kunnen daar op ons gemaakt onze Ristretto drinken, Franca Korten. Uh, goeie goede Goeie thee ook, sowieso. <laughs> en um, terwijl kunnen we de fitting doen. Kan de maestro zelf de fitting eventueel doen, de, de meesterkleermaker zelf. En um Allee, de, de, de service is compleet daar. We gaan ze maar halen. Maar ze, ze zien ze ook de zien dames ook, en de ja. mensen werken daar. Ze zien, je ziet hoe dat uw maatpak gemaakt wordt eigenlijk. Ja. De bedoeling daarvan is ook dat, de, dat ze de hele experience meekrijgen. Want uh, wordt afgehaald van de luchthaven naar het hotel gebracht, naar het atelier gebracht, uh, twee dagen rondlopen, een beetje poelie verkennen, uh, de fittings of course ertussen ook. En ja, dat is jou ja, gevaarlijk, is. want ik het, want je bluf er plakken. Kan. Ik kans die Of Ik je nu al gewoon waar we rond u hebben Die kans bestaat, ja Oké, okay, dus we hebben die maatpakken uh, gekiest, geadviseerd mensen ja. Dan gaat het voor de eerste keer terug ja. Dan stuur jij alles terug uh, Ja, naar alles Poplia. wordt terug Dus het dus, komt, uh, we werken met UPSD Agile, het gaat op en af eigenlijk ja. naar hier als het, als het naar hier dan naartoe komt ja, maar tijde, uh, we, we gaan er vanuit hier in de Volkstraat ja. in Antwerpen heb je, heb je, heb je nog een, een ja, store. Ja. Hoe noemde jij dat? Ja, showroom, showroom. showroom ja. ja zo, dus oké, okay, daar de eerste man. keer. Je gaat de eerste keer alles gaat terug naar uh, Italië. Wat ja. gebeurt daar? In Italië wordt eigenlijk uh, de stof. Hè, daarom dat ik ook die Heaven Eye nice Suits maak, ik weet niet of dat je die gezien hebt, maar ja, die episodes. we leggen ook die episodes uit. Uh, daar zijn wij begonnen. Uh, Tijdens de COVID-periode. Om te communiceren. om Wat echt het verschil is tussen echt maatwerk en bijvoorbeeld mee to measure. hetgene wat, dat, wat dat je heel veel ziet de dag van vandaag. Uh, ja, dat je ergens uh, een, ook kostuum uh, doen, en ze gewoon dat wat aanpassen. Voilà, ze passen het wat aan. Dus, uh, het komt afgewerkt aan. Uh, dus uh, dat doen wij niet. Daar hebben we bewust voor gekozen om niet te doen. Ja. Dus uh, we hebben de moeilijkste weg uh, bewandeld. Ja, maar wel, wel de. Ja het indrukwekkendste. Ja, ik ben ook um, maniaal op precisie en dat was ook de enigste manier om die, om die precisie te kunnen uitoefenen. Want, ja. Uh, daar wil ik zelfs uh, nog wel op terugkomen, hoe dat je zei. Ja. ja. want dat is wel. hè. zei, je zei, ja. heel veel manken. Ja. He? ja. Ja, ja. Ik, uh, maar op, ja, ik ben heel, uh, ja, heel als je het zo moet noemen. Ja, dat klopt. Ik kom ik het zelfs op terug. Ja, maar dat vind ik, dat vind ik zo uitzonderlijk, want wij schillen bijvoorbeeld. Uh, ik wil vandaag in die podcast tegen zeggen, want velen onder ons zullen we nu wel kennen online. Maar ik ben 2 meter, hoe groot zijn jij? Uh, in, bijna 1,70, 169 en ja. 170 Ik ja. heb nog iedereen is eigenlijk onder de indruk van mensen naast hm. mij lopen of Jij ja. van de eerste dag geen een bal onder de indruk. Jij staat, jij loopt, jij ja. weet dat je bent. Jij ja. weet ongelooflijk hoe waar je versta, en jij weet heel goed waar je naartoe wilt. Ja. Ja, dat klopt. is ongelooflijk, maar beseft hij dat zelf ja. of niet? Misschien besef ik dat niet zelf, maar als ik hier terug op pik, en we gaan terug in de tijd, was dat in school totaal omgekeerd, omdat uh, we werden door een elite groepje altijd, uh, werd er op ons neergekeken vroeger. Hè? En, en, um, en moesten daarom dan een, ja, een manneke staan? Of? Daar moesten je mannen wel staan, want zeg, er werd echt op u neergekeken, er werd echt wel anders. Uh, ja. Ja. Ja, maar ja, je gedanst uh, uh, voor niks terug. Hè. Als nee, gij, uh, nee. Langs de andere kant zit je echt nerveus, want dat is uw eerste podcast hier. Ja, ja. He, dus, dus je hebt momenten dat je echt nerveus bent. Maar langs de andere kant zit je een ongelooflijk baas. Ja, ik weet het niet. Ja, ja, aan ik, kan, ik weet het wel. Kan, dat is misschien de naturelle Nee, maar dat, dat komt dan maken, van ja. vandaar dat je echt uw man moest staan? Ja, ja dat, dat komt er van 100 procent. Um. Ja, maar ja, dus eigenlijk, ik, ik zeg heel vaak in het leven: de maak- en kraakmomenten. Ja. Op die momenten kunt u. Uh, en, ja, bedoel, wij zitten heel vaak in Puglia samen. En ja. ik, ken, ik heb het voorrecht om uw, uw heel mooie familie te mogen aanschouwen. Dat geeft u ook mee naar uw kinderen. Hè? Ja, ja. He, dat ze, dat ze maar moeten ja. staan. Klopt, hè? Ja, 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 klopt, hè? ja. ja dat probeer, ik probeer dat zo goed mogelijk over te Ja, ja maar doen, dat is uh, verleden keer in een barbecue op ja. het strand. Dan ja. neemde jij de kinderen erbij. Ja. En ze moeten wel voor iets staan. Ja, klopt. Ja, he, dat ja, ja, ja. komt nog altijd uh, van ja. ervoor. Ik vind dat wel mooi. Ja. We gaan terug naar het kostuum. Het naar Italië, het wordt de eerste keer eigenlijk ja. gesneden, geloof ik. Het wordt gesneden, het wordt ingesneden. Er is een heel proces aan. Hè. Um, het wordt ingesneden, dan wordt de canvas aan de voorkanten gemaakt, die wordt twaalf uur um, over een baargangen, de voorkant, zodat dus de canvas, de binnenkanten, uh, kan gewoon geraken aan de stof. Er zijn er nog heel weinig die deze doen, maar ik doe dat nog. Uh, okay. Wij doen dat nog, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, dus, want ik ben niet alleen. Um, en, en ik wou die waarden ook terughalen, omdat het. Um, ja, het onderscheidt het Het, ook. het onderscheidt het. We zijn met niet veel meer ter wereld. Totaal ja. niet. Als je uh, in de bespoke-tailring gaat kijken wie dat er nog overgebleven is, ik denk dat je ze um, niet op één hand wel dat zo weinig zijn, maar ik denk dat wij hooguit op deze niveau met 60, 70, 80 ja. misschien zijn wereldwijd, ja. maar zeker niet meer. Ik denk zelfs minder. Natuurlijk, ja, want dat, dat gaat eigenlijk tegen alle logica in, want alles moet massa zijn. Jij ja. ja, gij, gij zweert bij kwaliteit. Ja, wij blijven bij kwaliteit. Ja, dat is iets ja en ik, ik merk ja. dan ook van een afstand vind ik dat wel eens laten zien dat mensen ook stimuleren van ga voor kwaliteit, blijf voor kwaliteit gaan. Ja. Omdat, Massimo, het is indrukwekkend dat gewoon heel de wereld, nu u niet alleen online volgt met wat ja. je doet, er komen servers toe, maar ook gewoon, jij adviseert gewoon heel de wereld, van over heel de wereld. Alisa van Dubai, Alisa van uh, Istanbul, Alisa van. Uh, van waarver ze ja. komen, hè, voetbalmakelaars in Italië. Maar het is ongelooflijk. Je zit er zelf toch verbaasd door hoe dat het eigenlijk allemaal naar u komt. Ja, ja. ja. Um, uh, ik ben er verbaasd en dankbaar voor. Want ja. dat is iets wat ik zeker ook wel uh, moet zeggen. Um, dat ik voor alles wat ik aan het doen ben, dankbaar ben. Ik werk er heel hard voor. Maar ik ben zelf verbaasd. Ik weet nog zelfs dat ik tegen mijn vrouw, oh, ik denk tien jaar geleden, zei van. We waren toen drie jaar bezig, denk ik, twee jaar bezig. En ik zei Mike ik krijg een vraag uit Londen. Ik krijg een vraag uit Geneve. Ik zei, maar ik had nooit gedacht dat, ja. dat deze eens uh, dat, dat je van zo ver vragen zou krijgen, terwijl dat iedereen een beetje rond de kerktoren zit. En dit is iets waarvan ik gedroomd had ja. om, om, om uh, die dingen aan te ik, ik herinner nog dat tijdens COVID dat al veel stil. Eigenlijk was het hoe dat wij elkaar hebben leren kennen, uh, wij zaten niet zo naast elkaar. We hebben begonnen te praten. Uh, en ik ben aan nu begonnen. En ik wou eigenlijk bij u is, 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 is eens. hoe doet hem die socials eigenlijk? Mm -hmm. Echt heel tof. En langs de andere kant begon hij te battelen. Ja, maar Pieter, dat pure van u is eigenlijk wel juist heel tof. Ja, klopt. Zo hebben wij kennen echt. ook tijdens COVID eigenlijk heel veel liegen. Ja, zowel liege battelen over. Ja, en ze hebben beiden ook enorm beginnen groeien. Ja, en hebben we. Ja. ik denk van elkaar geleerd. Ja. Ik, uh... En toch elkaars eigenheid. Ja. De sterkte ja. erin. Maar het, dat wil ik ook wel eens stiekem, dat, dat mensen eigenlijk motiveren, dat ze zeggen van, dat wat ze doen, mm -hmm. hè, bedoel ik ook, en jij, dat dat niet stopt onder de kerktoren. Nee. En laat die mensen onder de kerktoren maar lachen. Ja. Hé, ondertussen zit ik met mijn thee in vijf ja. landen. Ja. En kan klopt. ik iemand... Hé, klopt, klopt, klopt. En, en jij vliegt over het... Jij gaat binnenkort onaangename keuzes moeten maken, want jij gaat niet iedereen kunnen blijven helpen als je meer kwaliteit moet hebben. Ja, klopt ook. Dat denk ja. ik ook. Ja, maar ja. aan de hand van dat kunnen wij en zijn wij wel, onze levens om te afstemmen. Ja, um, over dat lachen, wat je dat zei, dat is wel iets, iets, iets wat ik uh, denk altijd voorvalt. Hè. In het begin lachen ze er altijd mee. Totdat ja. je, tot je het begint te doen, en je doet het gewoon echt. Hè, en je doet ja. het goed. Hè. En jij krijgt echt zelfs van je grootste concurrenten. Ook, hey, ik herinner mij, dat is echt mensen hoe dat, ik kan alles vertellen, dat is cut te crappen. Uh, hoe dat ik zeg wat voor een dat het echt is, maar dan heb ik ook, krijg ik soms ook een telefoon van hem om... Kwart na elf avonds, ze zegt Pieter, ik kom hier uh, in Milaan buiten. Wij waren geselecteerd uh, door die stoffen dingen. Ja, dat is heel leuk. En zei, hier komt iemand dat echt uh, mee top of the world is. zei, je komt naar mij en die volgt me online. en die wist. Ja, hey, ja, ja dat was, dat was uh, ja, uh, verbazingwekkend als ik dat moet zeggen. Op die manier. Dat Want, iemand uh, waar uh, jij iemand, naar op Waar ik naar opkijk, die komt naar mij en die kijkt naar mij op. Die, 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 die brengt zo'n oren aan mij, ik volg u. Je uh, uh, doet dat goed. En, en, ja, die, die echt, Fantastisch. Uh, ja, ja maar dat is. Um, dat is energie ja. krijgen, hè? Dat is echt energie krijgen. Maar ja. hoeveel, hoeveel het er eigenlijk uh, moeten volharden. Hè? Er zijn heel veel mensen die ja. eigenlijk zichzelf niet durven zijn of dat durven doen. Voordat ja. voor dat ze voor gaan, willen gaan of staan. Dat is toch enorm spijtig. Dat is enorm spijtig zoiets. Maar uh, ja, ik denk dat de grote, het grootste deel uh, zo is. Ja. Uh, maar dan, als we dan verder gaan van waar je komt in de Limburg, waar ja. ik eigenlijk. Uh, ja, ik, 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 ik schat Italië enorm. Ik ja. ben Italië op een andere manier aan ja. het leren kennen, maar enorm hoog in. Want op alle vlakken vind ik die wereld top. Eten vind ik wereld. Top. Ja. Natuur, hoe dat, dat er is, ja. vind ik wereldtop. Uh, wijn, vind ik wereld top. Sport. In al, als je ja. weet dat er een Italiaan ja. mee naar ja. de finale gaat in de koers, ja. dan gaat het moeten kunnen. Ja. Basket weer al, zitten toch weer al bij ja. de laatste. Overal zijn die wereld top en uh, als ik dan hoor het verhaal nog maar 50 jaar terug, dus dat was, dat was ik al geboren, mm -hmm. dat er Italianen en dingen van waar dat je dan toch komt, ja. ik vind dat ongelooflijk. Ja, ja. Ik vind dat is, zo straf. Uh, nu, die, die tijd heb ik zelf niet meegemaakt. We ja. hebben dat wel meegekregen. hebben um, dat wel meegekregen. En er waren echt nog, je zag dat gewoon uh, waar dat ook naartoe ging. Um, als, jij als als, als Buitenlander, als ik het zo nog mag noemen, of Italiaan binnenkwam, dan bekeken ze dat. Maar er is wel een kantelpunt geweest. Dus dat is het Belangrijk. positieve. Hè? Want, ja, ik praat eens. graag over het positieve. Ja. Het kantelmoment vertel was... Vertel eens. Uh, Deze is een toffe ja, meisje. Ja. Ik, ik herinner mij. ik denk ergens jaren negentig begon zo'n kantelmoment. En dat was... Um, dat merk je op dat moment zelf niet. Dat merk ik nu pas. Uh -huh. Het moment dat begonnen mensen... Begonnen, naar Italië op vakantie op reis te gaan. Op reis te gaan. Norimini. Norimini, ja, Klassieker, Ja, maar dat dat, ja, de, maar de, dat niet Italië is, maar oké. Okay, nee, nee maar de reisbureaus. Ja, die, ja, dat was toen in de tijd. Ik zeg dat ja. bewust, omdat ik ooit ben ik ook met mijn vader naar Rimini gegaan. Ja. Toen, ja, de mensen boekten niet zelf, hè. die boekten bij dat reisbureau. Ja, reisbureaus, ja. Hè. reisbureau, klopt. Vertel het gewoon verder. En die uh, ergens, ik denk achteraan de 90 is dat zeker, was dat kantelmoment er. Um, Terwijl ik ook nog zeg van in de jaren 2000 waren er nog altijd mensen, Italianen, jonge gasten of van mijn leeftijd, die nergens of ergens niet binnen mochten in, die, in een discotheek of in een danscafé of maakt niet uit waar. Ja. Dat er nog portiers buiten waren. Maar 98, 97, 96 was er zo'n kantelmoment. Iedereen noemt u al Italiaan. Dat is al eerst en vooral hè. in die tijd. Dat was ah, de Italiaan of de Italiaan of dat is een Italiaan. En toen is dat kantelmoment gekomen. Iedereen op vakantie. Iedereen heeft die keuken ontdekt, denk ik. Want er waren ook... Niet zoveel Italiaanse restaurants. En daarna is het allemaal beginnen groeien, eigenlijk. Allemaal, Waarvoor dat er appreciatie voor de Italianen is gekomen. Ja. Zo, dat is een beetje mijn visie die ik erop heb. Omdat eigenlijk de Belgen op reis gingen naar op reis Italië. Ging naar Italië en, en die daar. Oh my, dat is hier stof. Ja, ja, klopt en hebben gezien dat wij een normaal volk waren. Of misschien oh, juist geen normaal volk. Hè? Ja. Maar dat ze dan en, wel zeiden van, mm, die keuken... Ja, die keuken en de pasta en, en um, ja... De, de, de warmte, familiale. De, klopt. Uh, alles, alles wat erbij, het volledige pakket eigenlijk. Hè? Dan is het... Vroeger was het, ah, oh, dat is een Italiaan. Na 2000 zal ik zeggen, wow, dat is een Italiaan. <laughs> Dus ik weet niet de twee manieren of ik ze goed uitgelegd heb. Hè. Eén op de negatieve en één op de positieve manier. Dus, ja. uh, de, de, ook over de laatste was er een Japanse kunstenaar en die zei tegen mij, ah je zit als Italiaan en Belgen. You must be a rockstar there, zei die tegen mij. Dus, dus eigenlijk van iets negatiefs is iets positiefs ontstaan. Ja, ja door de maar dat is eigenlijk door de onwetendheid van, uh, van de Belgen. Ja. Hè? ja, ja. Ja, vaak. Want ja. ik herinner mij wel, die wil ik er ook even in gooien, op die moment was het toch wel moeilijk om uh, te zwijgen. Want op vaak momenten, Massimo, allez, jij zit altijd, zelfs al God aan het strand, wat is er, ja. whatever, je zit altijd goed gekleed. Ja, om dan eigenlijk in een land te zitten die volgens u niet weet hoe dat ze gekleed moeten worden, hoort <laughs> eh? ja, ze een lach. Eh? Ja, maar dan, ja. dan eigenlijk beschamd worden, dat, is ja. toch, dat, dat moet toch dubbel moeilijk zijn? Ja, ik, ik Want herinner wij kunnen me... veel, heel veel leden. Ja. Ik herinner mij zelfs frustraties in de tijd dat er uh, in die Italiaanse gemeenschappen, daar kwamen ook, ook Vlamingen soms, en dat er soms wel wat strubbelingen waren en als er dan een beetje um, zoals steken onder water gegeven werd, dan uh, zei uh, ik herinner mij deze nog heel goed. Ja, als wij er niet waren geweest als Italianen, dan hadden jullie nog lange onderbroeken aan en zo van die dingen. Hè. Maar dat zijn dingen die ja grappig eerder grappig en niet. Ik hoopte echt, dat die er komt. Niet, niet echt uh, alleen, niet ik echt. Ik weet niet wat dat goed was, maar nu stond ja. ik mee met een tekortbroekskiliet <laughs> <laughs> Nu staan wij samen in de Sea, of de Ionische zee ja. en dan zeg je uh, Hey, ik heb lekker bewust zo'n. Korter zwemshort. Ja, ik zou bewust een kort zwemshortje gaan halen. En ik heb dan Emporia Armani gekocht. omdat, ik, omdat die de basket sponsoren hè, ah, ja. in Milaan. Ja. Maar daar kreeg ik ook een opmerking van u. Ja. Dat was ook niet goed. Hè. Ja, nee, Emporia niet. Hè. Dus je moet voor Giorgio Armani gaan, eerste lijn. Ja, ik ben daar met Ja, Dat zijn wat uh, dingen, wat gevoelige worden. Het is nooit ja. goed. Hè. Want eh, als ik iets verkeerd bestel daar, dan is het ook niet. Hè? Alles is eigenlijk een gevoelige slag. Ja, 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 dat is waar. De traditie is eigenlijk. We gaan terug naar het kostuum. Ja. Even schoonvinden. Ja. De eerste keer wordt dat ja, gemaakt, dat wordt teruggestuurd. Wordt, wordt teruggestuurd, je doet een eerste pas. De maar eerste dat pas, ziet er hier allemaal niet uit, dan. Hè? Dat is allemaal met witte draden. Ja. Dat is onafgewerkt. Heel tof ook uh, om, om dat proces te mogen meemaken. Ja, want, dat is indrukwekkend. Uh, ja. Je ziet het handwerk. Je ziet echt het handwerk. De fouten uh, soms, ook. Soms wordt de kraag eraf gehaald, de mouw er volledig afgehaald, afhankelijk. Ja. Hè, dus dat is wel heel tof. Dan komt het terug in de tweede fitting. Dus gestuurd ja. het terug. Het wordt teruggestuurd naar ons. Met de aanpassingen. Uh, met de aanpassingen. We doen al de aanpassingen en we gaan hem verder afwerken. Als de tweede fitting goed is, dan gaan we hem kunnen afwerken. Als de tweede fitting niet goed is, dan gaan we nog een fitting bij doen. Ja. Uiteraard als klanten. Um, meerdere malen komen, meerdere, meerdere malen komen, uh, dan hebben wij de patronen. Dan hoeven ze maar ja. één fitting te doen en dan wordt afgewerkt. Ja, we hoeven de namen niet te zeggen, dat doen we niet. Mag je gewoon mensen die u bellen, die zeggen: van hey, Ik heb uh, dat, dat, dat nodig, of adviseer ja. mij, baf, jij hebt die maten ja. en dat jij gewoon custom made? We spreken over een top in de wereld eigenlijk, top ja, Europa, top ja, ja. of er worden stalen opgestuurd. Nu zelfs, dus bijvoorbeeld, um, uh, ik krijg een Ah oh ja, ik heb uh, cashmere's nodig um, of Blazers nodig, sportjackets, ik ja. heb uh, mijn maatpakken, ik heb terug uh, de, de business suits nodig, dan sturen wij alle, dan kunnen ze al een preselectie maken terwijl ik daar ben, hebben ze het al kunnen bekijken. Het is echt een aparte wereld, hè? omdat ja. jij eigenlijk nu mensen coacht op basis van, zeg, als je nu naar daar gaat, doe nu dat dan. Ja. Als je nu naar dat soort event gaat, ja. doe dat dan. Ja. He, dat Klopt. mensen gewoon denken we gaan, uh, mm. ik kon dat ook zeggen we gewoon nee ik kon dat niet zeggen maar we gaan gewoon naar een bedrijf we laten het wat aanpassen en het is in orde ja dat is nee 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 dat, dit is totaal iets anders ja, dat, plus ja. uh, het is niet alleen about the suit, hoe dat je zei het is eigenlijk die een volledige levensstijl dat komt ook bij de meeste ja maar dat klanten. komt van Italië hè alleen ja. die, die ja, ja. Omdat, jij ziet ja, dat, dat zo hè ja. maar vertelt dat eens ja dat, dat, komt, dat komt gewoon hun manier van doen, de plaatsen die, die dat ze bezoeken, ik zeg maar de kunstwerken die ze kopen. De, dat hangt ook allemaal samen uiteindelijk. Er zijn bepaalde dingen wat dat ook een manier van leven is, zoals uw way of life. Ja. Wat dat er is, maar maar, daar, heb ik... ja. een, daar heb je ook een lifestyle waar dat je ziet dat ze niet zonder een blazer gaan uiteten. Een klant van mij gaat nooit een short uiteten, of moet je een klant van mij zijn? Want anders. Ja. Uh, maar die gaat nooit uh, short en sneakers eten, dat gaat hij nooit toe. Ja. Die gaat minstens een blazer aan doen. Ja. Of dat 30, 35, 40 graden een, is. Een volledig totaalpakket, hè? Een totaalpakket. Op alle vlakken? Uh, op alle vlakken. Van hun schoenen, tot, tot het horloge dat ze dragen. Tot, tot alles. Een, een zonnebril, wat dat ze eten. Wat, hun ja, sport, we, dat... een, een personal trainer misschien. Uh, de bestemming van de reizen. De, dat zijn allemaal, die horen gewoon allemaal samen. Ja, ik kan echt inbeelden dat sommige mensen nu echt niet mee zijn. Ja, maar ja. Uh, maar dat is ook, ik denk ook wel dat als je nu naar Italië gaat, dat is wat de mensen wel kennen, vraag alsjeblieft geen pizza met ananas. Ah, Not ja, done. Ja. ja, maar nee, die hebben traditie. Ja, Snap en, en wacht, wacht, ik ga nog iets zeggen: vlees en pasta. Ja, dat gaat niet samen. Hè. Je eet je prima eerst pasta en dan je vlees, en dan seconde. Ja. Maar dat is ook zoiets wat in Noord-Europa een beetje alle twee samen. Ja, dat is want jij babbelt over wij, hè, want jij ja. beschouwt u echt wel als België ook wel. Ja. Een Ja, stuk, ik ja, ben hier opgegroeid, dus ik, ik beschouw mijn stuk als een Ja, Ja, jij bent, uh, bent fier ook om uh, hier te zijn. Ja, en ik, heb, ik heb fier, ik, zeker de, de, de mentaliteit qua precisie, qua correctheid, Werk de werkethiek, dat ik dat toch allemaal mee heb gekregen. Ook al de werketiek denk ik, dat uh, vooral DNA uh, geconnected is. Ik heb met uh, mijn papa, wat dat mijn werker, een heel harde werker, en ik denk dat dat ook wel ergens in je DNA zit als je wilt werken. en, en uh, uh, Zoals hij twee, twee ploegen draaide met de 800 meter diep, hè, van zes tot twee. Om twee uur, wie wil er nog mee naar onder? Hup, ja, ik ga mee, hup, terug, twee ploegen achter elkaar, 16 ah. uur, dan een stukje. Ja, terwijl het eigenlijk dat eigenlijk in Italië vaak wel... Ja, ja klopt. Dat daar dat, de vooral ik... Zuid-Italië. Ja. Uh, Luister naar Briatore. Waar moeten we luisteren? De Briatore, dat is uh, een van de beste ondernemers uit Italië. Uh, ik denk de beste volgens mij is nog altijd uh, Berlusconi geweest. Dat is één van de top drie in mijn ogen. Hè. Ik ben pro Berlusconi. Ik ben ook niet uh, beschaamd om dat te zeggen, want ik vind dat uh, wat die man voor Italië gedaan heeft, blijf ik nog altijd zeggen en daar heb ik uh, torenhoog respect voor. Ja. Uh, en waarom juist? Bijvoorbeeld uh, uh, toen dat de aardbeving in L'Aquila was, in uh, Abruzzo. Hij heeft een belofte gemaakt dat binnen het jaar die gebouwen terug stonden. En die gebouwen stonden er ook binnen het jaar terug. Ja, dus, uh, ja. ja man van zijn woord. Ja, man van zijn woord. Apart wel. woord soms, maar wel man van zijn woord. Apart woord werd in een slecht daglicht ja. uh, gebracht. Heel veel dat, Die video van Merkel, uh, om, om daar vlug over te hebben, uh, dat hij buiten ging bellen, die is in een verkeerd daglicht gezet, omdat Merkel heeft hem heeft gevraagd om te bellen. Op dat moment. En die ja, hebben ze maar volledig omgedraaid. Media en dingen brengen dus niet wat? altijd de juiste nee. manier. En iedereen heeft zijn goede en zijn slechte punten, en zal hij mee... ook geld hebben. En, en als je ja. niet meegaat in, in, ja. in Ja, dan, dan wordt ook vaak. En hij ging ook vaak niet mee, natuurlijk. Nee. Maar hij heeft wel een keer in mij als hem daar. Ik, ik was in Italië, toen dat hem gestorven was. Ja. Hoeveel mensen dat er daar op het terras gewoon klinkte, Ja. Op Birlusconi. Dat was ongezien. Ja. Hoe dat hem daar uh, gerespecteerd werd. Anyway. Ja, ja. Um, Hetzelfde ook van... Uh, ik bedoel maar, er juist waren we over, die, over de Italianen ja. in traditie aan het gaan. Ja, ja. Over een lifestyle. Uh, een cappuccino ook niet na. Hoe laat? Na twaalf uur zeker. na dan, hè? Nee, na dan. na dan, hè? Ja, maar... Eh. Maar dat is ook... ja Ik zou niet kunnen na mijn eten melk drinken. Ik weet niet hoe dat, dat ja. je dat kan binnenkrijgen. Maar ik bedoel maar dat jullie wel, binnen, heel, ja. met heel veel allee, maar, regels, toch wel... Ja. Dus, 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 dus jij zet dat ook verderop in, in kledij, mm horloges, -hmm. want daar wil ik nog toe gaan. Heel veel van uw klanten hebben de duurste horloges aan ter mm -hmm. wereld. Jij loopt soms met een swatch rond. Ja, ik ben. Swatch is een speciaal verhaal voor mij. Ik heb ooit de eerste swatch in 86 gehad van mijn ouders. Uh, uit een ja wat was dat? een juwelier en ik heb die nog altijd en ik heb een collectie van 140 swatches. ja jij zit maniacale uh, ja, ja maniacaal zoals gezegd en ik uh, nu zijn er bepaalde swatches echt uh, hot geworden van 1 2 93 toevallig heb ik die van in die jaren dus en ik doe ze gewoon terug aan ja. Uh, ja, ja, maar ook als je nu nieuwe ziet, ja, dan weet je, jij nog altijd hè Er is verleken toch weer een samenwerking met een goede. Ja, met, met Omega, nu ja. is dat met, uh, met, met een ander. Dus, um, maar uh, ja, nee, gisteren in Milaan, ik ben de Swatch binnengegaan. Voilà. Dus je hebt er toch weer twee stuks gekocht. Hè. Ja? Ja, ja. Dat verzwaaide ja. weer al. Ja. Voor de rest hoor ik hem uh, drie keer, vier keer per dag. Ja. En, uh, <laughs> Maar dat zegt er niet. Ja, oké. Okay. Ja, maar dan, maar, uh, ik ben er gevoelig aan. Ik weet ook niet hoe ik dat moet uitleggen. Dat komt daar binnen, er is iets nieuws. Bijvoorbeeld ook eentje voor mijn vrouw gekocht. Met uh, onze Queen Elizabeth hadden ze eentje gemaakt. En die, die heeft een kleed aan. En per dag gaat die uh, om de 24 uur veranderen. De kleur van dat kleed. Ja, zoiets trekt mij aan. Dan, uh, ja, ja, dan, de diepgang eigenlijk van dat ja, merk. Ja, de diepgang van Amerika. merk. En niet alleen omdat een stoeme swatch is, maar iemand. You know if you know. Jij vertelde dat in Milaan de winkels ongelooflijk aan het werken zijn. Hè? Ongelooflijk. Ik heb Milano sinds uh, eind april nog nooit zo vol gezien. Nog nooit zo vol gezien. En zelfs bij gezien. Hermes, 30 wachtende voor. Gistermorgen uh, ging ik naar een klant en ik uh, ging richting de Four Seasons. Want daar uh, had ik die meeting met mijn klant. En in de Hermes voor opening, want om tien uur gingen ze open, of om half tien, ik weet het niet. En ik kwam om negen uur voorbij stond al zeker 20 man buiten. Enkel bij Hermes. En dan spreken we nog niet over de andere merken. Wat wilde je daarmee zeggen? Ik wil zeggen dat er... Uh, dat ik Sorry, om, dat gewerkt het, wordt? Dat er gewerkt wordt, dat er verkocht wordt, dat er, uh, de wereld terug uh, aan het bewegen is, dat ze uh, overal samenkomen. Toch? Heel veel Amerikanen... Uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het in een bepaald segment, dat men nog steeds heel goed aan het werken is, en harder aan het werken is, maar dat er ja. een, onderscheid, een groter onderscheid komt tussen rijk en arm. Ja, kan. Ik, uh, ik ken me ik ben een heel positieve er, ja jij wilt uh, altijd heel positief zijn ja, hè? ja. ja. Ik, uh, ik wil daar zelfs niet aan denken omdat ik denk als je een, iets inplant in uw eigen gaat je daar te hard naartoe leven en, of te veel kijken of te veel kijken en daar ja te veel er naartoe kijken en dan gaat je misschien het uh, je concept, mijn voor mij hè, ik praat voor mij mijn concentratie verliezen ja. Mijn een focus en ik heb een hele ik heb een heel zware focus, uh, ja, ik rij op anderhalve dag naar Milaan, hè. ik vertrek woensdag, ik ben gisteren na nacht teruggekomen, dus ik heb mijn focus ook nodig voor dat, want anders uh, loopt het ja. niet goed af. We gaan terug uh. naar dat pak, we zitten in die laatste fase. Ja, laatste fase. En daarna wil ik zelfs naar de we gaan ook, ja. maar oké, okay, die laatste fase, ja. twee keer, drie keer wordt daar aangepast, ja. dan komt dat bij de klant ja. en dan, ja, dan heb jij ook zijn maten natuurlijk. Ja. Jij hebt alles. Dat is, ik, ik word een vertrouwenspersoon, want ik heb niet alleen zijn maten. Um, ze komen ook langs voor een Babbel op dat moment. Ja. Of een, een, een koffie drinken, maakt niet uit wat, Maar uiteindelijk. Uh, ik ben ook een lifesaver. Eén keer, als er iets gebeurt met een broek of. Het, uit, ik, de, het serviceniveau is bij ons super hoog, het ja. service niveau. Ja, die hoeven niet te zeggen. Want jij weet de maten, jij weet waar en hoe. Ja. Ja, dus, dus, jij kunt direct anticiperen. Ja, ik kan anticiperen. Uh, hemden die ze nodig hebben. Dus ik kan echt anticiperen. Hè. Ze moeten mij gewoon maar sturen. Ja. Ik ben ook um, voor mijn klanten dan. <laughs> nee, want uh, zoals je zei, Circle Privé is heel klein. En die hou ik ook klein. Dat heb ik trouwens hè, van u geleerd. Um, en wat dat ten goede is gekomen. Maar uh, klanten kunnen we wel altijd bereiken. Ja. Dus daar ben Gij ik. Jij zei op. eigenlijk, wij zitten soms. Dat is soms een ding, ik zeg dat jij te veel bezig bent. Ja, klopt. klopt. Hey, hey, wij, wij, wij zijn altijd wel mensen, lieve mensen, wij zijn altijd wel vrij brutaal naar elkaar. Maar niet brutaal omdat we weten dat we het altijd goed voor hebben. Maar bijvoorbeeld, verleden keer was een, een kleermaker aan het whatsappen met een videocall. Die liet alles zien wat hem kon doen. Hey, je kende hem totaal niet. Je, je, je wist ik, zelfs ik, niet van waar, nee, waar dat hem was. Nee, ik heb hem moeten afleggen toen. Dat ja, ik je, dat al, is niet waar. Ja. Je legde hem niet af. Je ja. wordt word eigenlijk heel beleefd aan het zien wat ja. hij deed. Want dan dacht ik van mijn eigen Massimo, hoe kun je hier nu de tijd voor hebben? Ja, even. De beleefdheid is wel belangrijk. Ja, maar effe, ga ja, ja, je strekt hem nu nog ja. altijd niet af. Hè? Ja. Hey, hey, ja. Uh, dus dan, dan komen we eigenlijk tot dat feit van dat online verhaal. Uh, wat echt indrukwekkend is: hè, van over heel de wereld, uh -huh. op vliegaven, overal. Ja. Zelfs, ik, ik herinner, zie. Oké, okay. hoe ging dit? Ik wil even zeggen, tot, tot, tot verleden keer, dat wij als we landen in Brindisi, uh -huh. dat we altijd een uh, espresso ook drinken. Is dat ja. ook jij? Ik ja. het op je ook. Ja. Um, dat we dat, dat tentje ongelooflijk leuk vinden, ja. alle paar jaar. Ja. Hè, hè. En dat jij eigenlijk... Een tijd geleden zegt, hier Peter, die een eigenaar zegt, zie. Die, ja. Ja. die, vol ja. die volgt ja. je die volgt, die, die wist staan, ja. ik weet niet waar het appreciëren ja. dat je he? dat hebt. Terwijl wij eigenlijk fans zijn van zijn ja. tent. Ja. Ja, ja. En hij heeft verschillende tinten, ook in Milaan en alles. Ja, ja, die, die maar die hoe hij, komt he? dat nu, mensen? En daar wil ik toch iedereen in inspireren. Want je kunt wel zeggen, ja, maar Massimo uh, weet, weet veel van kledij, weet dit, weet dat. Nee, hij komt van een uh, familie die in de mijnen werkt en die werd buitengezet. Als honden, bij honden. Um, dus dat creëert u, dat, dat maakt u. Um, dan, he, dan moet je echt een passie hebben, je moet ervoor gaan. En je moet je eigen ook altijd in vraag stellen, denk ik. Ja. Ik denk dat jij altijd ineens alles ook analyseert. Ja. Niet? Klopt. Hey, ik herinner mij dat wij tijdens COVID zaten wij vrij veel samen. we was alles veel gesloten. En ik stelde veel vragen aan hem, hij aan mij. Uh, ik was toen bezig met mijn way of life. Hij zei. Hij begon met zijn met zijn, thee, de, uh, met zijn koffie, de Peroni-Way. Dat is gegaan ongelooflijk. Vertel eens even, wat is voor u die Peroni-Way? Misschien moet ik het uitzeggen, dat is met een lepel... Ja, een lepel. Um, dat is eigenlijk um, ontstaan in Calabria. Uh, de familie is van Calabria? Calabria, ja, Calabria. Uh, jullie zien mij altijd in Puglia, maar dat is, mijn vrouw is van Puglia. Ja. Um, maar in Calabria, 16 jaar eerste koffie. Want het was zo in al die jaren, uh, wat werd er gedaan? De vakanties werden in Calabria doorgebracht. Dus we gingen naar Calabria, uh, elke zomer daar met. Omdat uh, mensen bij, weg moesten voor het gewoon werken waarschijnlijk. Ja, nee, dus gaat dus, u verlofdagen en in juli, augustus gingen we naar Calabria. Dus ja, maar omdat jullie vakantie. in België zaten. Ja, we zaten in België. Maar ja, heel ja, veel dus, mensen zaten maar, in België. Dus, ja, dus de vakantie werd eigenlijk thuis de vakantie werd thuis gevierd, ja, hè? De okay. vakantie werd, dus De vakantie was niet echt vakantie, ja. maar we wisten dat wel te appreciëren op een andere manier op een gegeven moment. Ja, ja. En, uh, we vertrokken, ik weet dat nog Fort in een tijd was dat cool, hè? vier uur s'nachts nachts en ik heb van achteraan slapen en zo vertrokken we 2000 kilometer uh, naar, uh, naar naar die 2100 zelfs uh, tussenstop. Uh, nou waren wij nu zitten, 2388. Ja. <laughs> <laughs> en, dus, dus dat was echt wel ver. En um, nu ben ik inderdaad. Nee, nee, nee. Van... Dus allemaal terug naar Calabria. Ah, ja, vakantie, trek, uh, ja de 16 koffie. jaar. 16 jaar. We gaan even. Uh Vooruit naar 16 jaar. En toen zag ik de jongens daar eigenlijk, of de oudere mannen, hun een koffie drinken om vier uur na middag. Want dat gaat pas open om vier uur, kwart na vier. Dat is ja, smorgens heel vroeg. Hè? Smorgens heel vroeg. Smorgens van de middag. koffiebaars daar zelfs tegen half zes, vijf uur half Ja, half vijf al. Ze, half vijf, half vijf al al lopen. Ja, ja, dat is dus ja. zoals hier om 10 uur. Dat is heilig. Ja, dus <laughs> Voortwerk, het werk, koffietje, <laughs> ja. inchikken bij ja, elkaar. Ja, al de, al de lokale boeren, iedereen die gaat werken. Dus er is wel een mentaliteit dat vroeg begint om koffie te drinken. Ja, ja, ja. Ja. Um, of, uh, en dan in de middag, omdat het te warm is, sluiten en dat het heel en om uur. Kwart na vier gaat dat er ook, okay. zeker in de zomer. Ja. Uh, ik zag die jongens daar hun koffie drinken en daar deden ze letterlijk uh, gewoon roer in die koffie. De meesten deden toen suiker, dat is hetgeen wat hij niet doet. Gaan maar, wij niet meer doen, maat? Nee, uh, dan doen we sowieso niet. Ja, ga je dat wel? Nee. nee, nee. <laughs> <laughs> en um, dus dan, dan gingen die met labelke over hun. Um, uh, over, over de rand, hun taschen, de rand ja. eigenlijk. Hè, en ik zag dat. En dat was eigenlijk half dat ze dat deden. Vooral, um, dat was een reden, die jongens deden dat om te zien of dat uh, tasje te warm was of niet te warm was. Want vroeger werden tasjes nog warmer, eigenlijk heet gemaakt boven het koffiemachine. Ja. Zodat je koffie, uh, de tijd dat je uh, Zou je normaal nu nog en, moeten? Ja. Uh, op veel plaatsen is dat nog niet op allemaal, maar en dat is de half. En ik heb dan altijd, uh, van toen dacht ik van, ik wil dat doen, maar ik deed dat verkeerd. En ik deed dat helemaal rond. En van toen ben ik dat blijven doen. Ja. En uh, ik ben altijd ben ik blijven doen. En ik denk drie jaar geleden, vier jaar geleden, heb ik dat eindelijk op, op video gezet. En heb ik dat stomweg Pironiwee genoemd. Ja, dat is niet waar. Uh, dat is niet waar. Dat is niet stomweg. Uh, ja, nee, maar dat was dat was. Dat is de way of life? Uh, ja. Je moet ook zo'n de way hebben. Maar ik heb die er al. Ja. In mensen die beginnen filmen. Ja. En dat is de way En dat is de Maar dat is, Massimo, ik heb weer te beginnen. Ja. Jij zegt ik heb dat gewoon gefilmd, iets wat je eigenlijk al altijd deed. Ja. En nu is hij al de wereld aan het doen. Ja, 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 nu is dat constant. En, maar van uh, overal, hè, man. Overal, dat is ongelooflijk. Alle landen, hè? In, in de luchthavens soms. Niet altijd, maar, maar toch op regelmatige basis stopt er nu. hey, I know you. You're the guy from the suits and the coffee. Maar ik dus, doe dus pakken ik, en, in en dat ook. Is ja. zo, ah, ja. van Antwerpen. Ah, ik volg die Pironie mee. <laughs> ja, dat is toch. Dat is niet te geloven <laughs> dat dat wereldwijd heeft. Uh, dat is ja, ongelooflijk. Ja, ja, echt... Maar ook, oké, okay, dus dat is iets. Mensen, als je iets eigenaardigs hebt, je ziet wat dat kan gaan. Gecombineerd met passie. Maar vooral ook, Massimo, uh, hoe dat jij ermee bezig bent, dat wil ik even zien. Hoeveel keer post jij een filmpje waar dat je de pironi-way doet? Oh, veel. Met een boodschap. Ja, maar hoeveel? Van, van de zeven dagen? Oh, vijf à zes. Vijf à zes, of hè? Zes, ja. Waarom? Eén, commercieel zie je dat dat werkt. Ja. Maar jij hebt ook zoiets van, wat appreciëren de mensen? Uh, positiviteit. Voilà. De mensen staan op uh, maandagmorgen, daarom heb ik ook de, de, de quote op maandagmorgen, who doesn't like Mondays? En dat is geen vraag, dat is gewoon, ik hou van maandagen. Ik snap niet waarom iemand zegt, oh het is weer maandag. Dus who doesn't like Mondays? En dat is die positiviteit, iedereen zegt, oh ik krijg telefoons, zoals, dat, zoals die video van, ik krijg telefoons van om het even waar ter wereld, ah uh, ga zo door, je positiviteit is aanstekelijk. Mensen houden ervan dat, van om dat, dat te geeft zien. Mij, dat geeft mij de kracht s morgens om naar mijn werk te gaan of om dat te doen. Of dat. Dus ze houden daar wel van. Dus dat werkt aanstekelijk. En, ja. Omdat en, je eigenlijk... Je, je vindt dat je iets goed doet voor die maatschappij. Hè? Ja, dus gewoon positief ja, ja. zijn. Ja, ja, ja maar dat is, dat is... Ja, maar mensen die dat thesis uw volgen, die zien het misschien zo niet. Hè? Die genieten er wel van. Ja. Maar ik wil wel laten zien dat jij er wel mee bezig bent. Ja. Hey, jij analyseert ja. ook... Wat goed gaat en niet goed ja, gaat. Klopt, klopt, klopt. Ja, en dat ja. is, hoe, hoe is dat gekomen? Want dat, dat... jij ja, ja, dus... oh, analyseert veel meer dan dat ik dat hoor. Ik ja, ben ja, veel impulsief en nee, ik doe ik, deze. Ik analyseer dat wel. Ik, ik, uh, ja. ik zie dat echt het juiste. Ik kijk nog niet. Zo... Als ja, morgens moet het gewoon gebeuren. Omdat de, hier de start van de dag is morgens. Jij um... doet het allemaal zelf. Ja, dat is wel. belachelijk, want wij drinken heel vaak koffies morgen samen. Ja. Maar jij zijn heel de tijd bezig. En het eerste werk wat moet gebeuren. Is alles erop. De juiste, op. ook weer ja. nu voor die podcast. Dus ja. ja, maar dat moet hier weg, dat moet hier ja. weg. Ja. Dat is echt wel een stuk van je leven geworden. Ja, dat een stuk van mijn leven. Um, nu komt een dubio. Ja, nu komt een dubio. Wat niet altijd even prettig is, omdat je het soms tijd ziet voorbijgaan op dat klein scherm. En, en, Tijd die je soms anders kunt, anders kunt spenderen. Ja, ook omdat je... Uh, dan, dan gaan we ineens eens even over naar, naar... Eigenlijk, ja, ik heb het wel eens op mijn socials in beeld gebracht, maar... Alleen ja, ik mag zelfs de vakanties. Ik bedoel, ja, wij delen bij elkaar de, de vakanties en alles. Maar hoe, hoe, hoe... De familie, hoe dat jij Als je op reis gaat, en het is van vakantie, ja. wat, wat weinig is, dan is het ook vakantie. Ja. Je wilt ook echt kwaliteits. Ja. Spenderen ook met je familie. Ja. Hey, you're a traditional motherfucker. Hè? Ja, ja, ja. Hey, ga ja. Ze echt, uh... Ik ben heel traditioneel. Ik hou van tradities. Hoe stom het ook mag klinken. Ja, maar ik hou ook van... familiaal. Hè? Ja, familiaal. En Was, van tradities, wat, wat ja. wil dat zeggen voor u? Um, traditie of familiaal bedoelt u? Beide. Je? Uh, die combinatie. Ik denk dat we die hier volledig kwijt zijn. Dat ik ze, dat ik ze graag betrek bij alles. Dat ik graag, um, al dan niet, welk geloof dan ook of niet, dat je Kerstmis, dat je die tradities blijft vieren. Dat het. Hoe stom het ook mag klinken, maar dat zijn momenten waar dat, um, allee, die bijblijven altijd. Ja, Om maar ook bijvoorbeeld als jij... Jij gaat naar het strand. Ja. Um, ik mag naar het strand komen. Dat mag ook niet iedereen. Ja. Mag jij gewoon wel naar het strand met je kinderen? Ja, ja, ja. ja, ja. Zwaar hè? Altijd, ja, ja. Hé, hebben de Dat is... En wat je wat zegt is juist, niet iedereen mag naar het strand komen. Dus ja, ja. Ik, ja, ik heb ja, ja, maar dat dat mag jij gaat wel. De kids. Ik, ja. ik ga naar het strand met mijn kids. Ja. Dat is... Ja. Ik kom naar mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw is bij u nog een. Uh, ja, dat is, dat is u, u alles bijna. Hè? Ja, ja, want allee, zij maakt deze ook mogelijk uiteindelijk. Hè? Want uh, als je ja. niemand hebt die. Ja, maar, je maar dat, is de, 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 is, de, dat is de uh, old school way, de traditional ja, ja, ja. way. Dat merk ik heel hard in ja. Italië. Je gaat daar eigenlijk nog terug in de tijd, hè? Ja, hier ga ik echt terug in een tijd, omdat ik ervan overtuigd ben, niet denk, maar ervan overtuigd ben dat dat de way to go is, zeker in een relatie. Ik ben um, ervan overtuigd, Ik Ik heb zoiets van... Al, niet te rap opgeven. Niet te rap opgeven, iedereen gaat maar uit elkaar. Ik kom zelf ook uit een gescheiden gezin, maar dat wil ik niet zeggen. Maar gewoon niet te rap opgeven. En uh, die quote van John, Jim Rohn, dat is mij ook altijd bijgebleven. Dat is wel naam, Jim Ja, Ron, Jim Rohn, dat is ongelooflijk. If you will change, everything will change. En dat is ook zo. Dat heb ik ook gemerkt met, met bepaalde troubles die ik gehad heb in het verleden. En als je zelf niet verandert, dat zal het altijd zo blijven. En ja, dus daar, daar, daar zweer ik ook eigenlijk bij. Ja, we gaan stilaan naar de eindfase in afronden, maar uh, dat pak je we gezicht. Ja. Dat is eigenlijk. Ik kan dat vanuit mijn kant zeggen, je, je, het is ongelooflijke uh, ja, maatwerk. Ik wil toch al, al een beetje zeggen, rond welke prijsklasses begint dat? Want dat niet iedereen nu gaat bellen... Nee. Ja, dus, dat, uh, dat, dat is, de, het is duur. We weten, dat is we normaal. Nee, we zijn eigenlijk niet duur. Dat nee, is. vergeleken met de rest. Ja, vergeleken met de rest. Want als we, als we kijken naar... Ik kan dat uh, zeggen, geen mensen die van 7, 8.000... Ja, dus de, de generaties... Ik ben eigenlijk first generation. Ik ben een self-made man, zoals je ja. weet. Dus ik ben uh, maniacaal eraan begonnen. Ja, het is niet um, dat je vader en je moeder... Nee, nee niemand is kleermaker. Uh, ik heb kleermakerschool gevolgd uh, Napoli. Dus ik, heb, ik weet perfect hoe een pak in elkaar steekt. Ik heb zelfs mijn pakken verbeterd. Met de kleermaker uit Biella, die, de, die de Giovanni Battista, ja, die, die in beeld komt. Dus daar hebben we eigenlijk een, een zware upgrade gedaan ook van ons pak, hoe dat het moet. Um, maar, um, nu ben ik het weer kwijt. Uh, dus het, 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 de pak van 7.000, 8.000 ah, Ja, 7000, de dus die hebben meestal twee, drie, vier generaties. En uh, dat, dat groeit met die generaties. En, die kunnen daar uh, opteren, bedoel je? Ja, nee, nee. Die, die hun prijzen zijn ook gegroeid en die hebben zo'n naam. En dat is ook, dat is ook geen abnormale ramen. prijs. Want als je naar Savile Row gaat, in Londen, los van Italië, de, de drie grootste landen voor maatpakken. Frankrijk is wel een heel stuk geminderd, maar ze zijn er nog wel in Parijs. We hebben Italië en we hebben Engeland. Dat zijn de drie landen waar eigenlijk ja. de maatpakken... Gemaakt worden of ja. de meeste ateliers zitten, of waarvan natuurlijk iemand een maatpak wil dragen van dat atelier. Ja, oké, okay, dus. Die kunnen dan nu ondertussen vanaf 8, 8,5, 9 beginnen. Die nu moet, moet je denken. Wij hebben nog een betaalbare prijsklasse, ook weer niet voor iedereen, maar wij beginnen vanaf ja. 4450. Ja, maar in het segment waar jij zit, is dat betaalbaar? Voor de, voor ja. de gewone mensen is dit heel zeldzaam. Ja, uh, ik moet wel zeggen dat mensen soms. Uh, maakt ook niet uit. Iemand die durft ook wel eens te sparen voor een maatpak. Omdat hij die, die experience wil hebben. En één maar goed zijn mensen maatpak die maniacaal met iets anders bezig zijn. Als ja. ik bij u zit. Je hebt zelfs mensen, havenarbeiders. Maar die zijn maniacaal met auto's ernaast bezig. Mensen ja. die het weten te appreciëren. Ja. Het vakmanschap, klopt. de handenarbeid. Ja. 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 Dat zijn mensen die ook met een uh, helemaal afgewerkte baard binnenkomen. Ja, die, ja. die sparen voor. Die, ja, ja. Die, die appreciëren het. Ja, klopt. Dat ja. is het, hè? Ja, ja, dat klopt. Dat kan iemand zijn die gewoon. De bank werkt, dat kan iemand zijn die voor. Dat kan van alles zijn. Dat kan ja, ja. van een arbeider tot bediende tot heel veel zelfstandigen natuurlijk. Maar. Je kunt het kan... even goed in uw living gaan. Ik bedoel, als je er nog kijkt en je ja, weet wat, het echt, wat erin zit. Het is echt een piece of art. Ik ja. noem dat nog altijd een piece of art. En zeker als je ziet hoe dat het gemaakt wordt. Eén knoopsgatje is nog altijd 25 minuten werk. Een beeld dat er op één mouw al drie tot vier zijn, de andere mouw, dat is acht. De voorkant, double-breasted, daar zijn er nog eens twee. De binnenkant, de broek. Dus, uh, uh, ja. als, als je nu een gouden tip hebt voor uh, mensen, en ik denk dat er heel veel mensen, je kan ook wel heel vaak niet nadenken, ik heb een eigen vaste ja. stijl, omdat ik 15 jaar professioneel ja. sporten ben geweest, dus ik heb altijd sportgeliegen combineren ja. met tijdens ja. de training ging ik eten, ja. en dan ging ik met ja. G's en alles. Hè. Maar eigenlijk vind jij, ja, ik denk dat het antwoord wel juist, maar vind jij dat mensen te weinig bezig zijn met hun stijl? Ja, maar misschien is er is een groot onderscheid natuurlijk. Hè. Er zijn er uh, die te weinig bezig zijn met hun stijl, maar uh, ik denk dat we niet iedereen kunnen een bepaalde stijl laten dragen. Dus ik denk ja. dat er gewoon een onderscheid moet zijn en dan zie je wie zich goed kleedt, wie zich niet goed kleedt. Maar ik, ik herinner ja. mij bijvoorbeeld op zondag, als wij ja. op zondag in Italië afspreken, dan ja, ja, kwam ik, ik nog met, ook, met ja. mijn short aan nee, en nee, met mijn nee, nee, T-shirt. Klopt. Daar, uh, daar is iedereen op gekleed. Ja, daar is iedereen. Dus, de mensen die door de week werken, is zondag de dag om op te kleden. Uh, die traditie ook hadden fout. wij hier ook. Ook fout. Ja, Alleen ja, 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 in mijn ja, ogen, ja. dat was niet altijd goed. Nee, nee. nee zeker zuidelijk Italië, want iedereen denkt in heel Italië kleden ze goed. Dat is niet zo. Italië, algemeen, als we kijken overal, is beter gekleed dan, dan, dan België. Wat logisch ook is, omdat daar, het ontstaat daar vooral. Je gaat naar de grootsteden en je ziet iedereen wel heel goed gekleed. Hè. Gisteren in Milaan, is, je ziet onmiddellijk het verschil, dat wel. Ja. Maar, um, dat zie je op zondag overal, in heel Italië. Ja, op zondag is echt Hebben wel niet. een dag... Een is dag weg. Is weg. want dat was er. Was er. 80, 90 was dat er nog. Ja. Wij hadden tenminste, ik weet nog dat, we, dat ik kleren had voor een zondag. Ja, maar ja, jij had die. Kleding had voor kerstmis, kleding had voor uh, nieuwjaar te vieren. Uh, bijvoorbeeld, dat was toen in Labarak en Beringen. Dus dat was... Uh, die, ah ja, we moeten kleren voor nieuwjaar gaan ja, ik, ik weet niet of dat, uh, dat bij ons was. Uh, ah, wij hadden dat wel, oh, ja. En dan, ik kon niet wachten. We hadden wel toffe winkels, hè, maar... Ah, nee, ja. Ik dingen. kon echt niet wachten om die gilet en, en die broeken aan te doen. Uh, dat was in de tijd, ja, de dingen van de tijd. Goed, ik hè? wil uh, toch even terug, terug afsluiten met een ding van... Wat is uw advies... Naar no, no mensen, eigenlijk in het algemeen. Why? Dat gaat niet over, over kleding. Nee. Hè? Maar nee, ik nee. weet dat jij. Het uh, um, is wel Massimo, we make it happen. Ja. Ik bedoel, ik, 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 heb, ik heb van de ene dag op de andere dag gewoon de sport achter mij gelaten. Dat ja. veel makkelijker geweest om makelaar geweest, ja. coach te worden, whatever. Ik heb dat volledig mm -hmm. stopgezet in iets ja. anders. Jij zoekt een kerel, ik denk. Jou, dat jij echt gelooft dat je. dat bewijst dat ook dat je dingen kunt. Uh, mogelijk maken? Wat is uw advies nog mensen? Oh, ik, ik heb ook altijd iets gehad um, en dat heb ik nu nog steeds. En dat heeft natuurlijk de social media met zich meegebracht. Dat gaat nu duidelijk worden. Ik ben heel fan Azzurri. Als Italië speelt, uh, dan verander ik ben aan een hooligan. Eh, Azzurri. Dus <laughs> de enige. Ja, roeper. <laughs> maar um, ik wou weten wat dat bijvoorbeeld vroeger een Maldini ats morgens. Of, of, uh, ik inspireerde me aan die mannen. En ik denk dat de dag van vandaag te weinig mensen geïnspireerd worden door een soort van verbittering die er in de maatschappij zit. En ik denk dat iedereen wat meer moet proberen geïnspireerd te geraken door elkaar. En passie te voelen, bedoel je dat? Passie voel? dat te voelen? Weinig poesie, te weinig passie voelen. Dat te, te weinig passie hebben? te weinig passie hebben? Te weinig diepgang? Veel te weinig diepgang en te veel negativiteit van afbrek. Weet je waarom ik denk dat dat komt? Omdat alles is heel vluchtig online. Ja. En alles wat negatief is, scoort. Want mensen ja. dat is gewoon mensen, ik weet dat vanuit mijn eigen ja. ervaring, ja. waarom stottert in media uh, als er iets negatiefs is, klikken mensen veel meer op iets negatief dan ja, op iets positief. positief. Ja. Want op negatief, dan laat hun eigen situatie eigenlijk ja. beter voelen. Ja. Oh, dan, die, oh, dan heb je het nog niet zo slecht hè, Maria? Ja. Dus negatief klikt, dus wat wil je zeggen, negatief ja. komt ook hoger in alle lijsten. Ja. Uh, maar als gevolg dat dan nog eens erbij alles heel vluchtig is. Ja. Dus dan ja, raakt al mee om, in China bijvoorbeeld, uh, zijn ze heel zorgvuldig naar nou, wat er in je jeugd online mag gezien worden? Ja. Omdat ze daar echt geïnspireerd moeten geraken. Mm -hmm. Natuurlijk, je wilt geen social credit systeem en je wilt China niet. Maar dat is volgens mij wel een reden waarom dat deze maatschappij ja. eigenlijk heel veel wil, maar eigenlijk ja, ja. niets doet. Nou. Ook vooral de, de mentaliteit van de mensen. Hè? Dus daar, daar waar het om, waar het om draait: uh, van dat er te veel negativiteit is, omdat. Als je een goede ondernemer ziet voor mij zegt: Wauw, ik wil weten wat hij eet, wat hij doet. Wat hij wat gaat lunchen, de plaatsen die hij bezoekt. Wat dat echt zijn, zijn, zijn mindset is. Ik denk dat het, ja, daar zit je heel hard mee bezig. Ja, ik, ik hou daarvan, omdat ik daarvan wil leren. Ik heb niet zoiets van: oh, ja, dat is weer al een en die van. Iets negatief maken. Ja, ja. Nee, nee. Wat dat zeiden er straks, hè? Ze, ze, ze lachen eerst. Ja, ja ze lachen. Ze hebben bij mij zwaar gelachen. Dat wou ik nog, toe Ik En toen ik zelfs begon door Italiaanse collega's in der tijd, twaalf jaar geleden. Uh, met de grond gelijk gemaakt op een, op een beurs. Dat was uh, een GQ event. En dat was een tafel met, waren met 22 mensen. En ik was er met de grond gelijk gemaakt. Gewoon, hè. Dat was echt... Uh, Terwijl het dat Ik nu... dacht van oei, oei, hoe moet ik nu verder? Zo met, uh, die hebben mij echt met de grond gelijk gemaakt. Dat ja. ik... En hoe, hoe zien die nu nog? Nu is dat, die zijn veranderd. Dag en nacht. Nu is het ineens. Uh, 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 yeah. Ja, ik... U bellen een mij om bepaalde dingen te vragen als raad. Ja, maar dat, dat is toch iets dat... Ik vind dat zeurig, joh. Ja. De, de negativiteit en ja. dat de, de mensen zo gemakkelijk altijd een oordeel of veroordelen of zelfs... curieus is het juiste woord. zijn heel veel mensen rankureus ook. ik denk dat er ook heel veel mensen niet happy zijn. Ik gun altijd mensen dat ze een passie vinden en daar maniakaal mee bezig zijn. En daar begint het woord Be obsessed. gunnen. gunnen. Obses door wat je graag doet. Ja. Maar er zijn mensen die zeggen, oh, ik zou graag dit willen, maar misschien later. Ja, nee. Dus is nu de moment om te doen. Niet ja. later, want later komt niet later. Ik bedoel, als je... Ja. Ik, vind dat, ik vind dat een mooie om het te eindigen. Ja. Is er nog iets dat je wilt zeggen? Niet Iedereen zit in mijn zetel. alleen Makker. Nee. Het is de moment. Dank u wel om mij uit te nodigen. Ah, is er nog iets dat je wilt zeggen? Dank u wel om mij uit te noemen. en ik denk in het leven um, doe alleen de kwalitatieve dingen. Dat wil ik zeggen. Alleen kwaliteit. Is dat tegen mij of is dat tegen nee, iedereen? Algemeen. Doe kwaliteit. Haal alle kwantiteit eruit en doe alleen quality. In quality time, in kleding, in eten, in thee, in whatever. Maar doe alleen quality. Ja. Doe alleen quality. En ja, omdat ik ook wel denk zijn. dat de toekomst echt enorme onderscheid toekomst, gaat maken ja. en dat je voor kwaliteit staat, ja. dat dat gaat overleven. Ja, 100%. Deze tijd. Ik zit hier al 25 minuten voor, omdat ik eigenlijk ontsweten ben. En ik ja. wil je bent zo fier op mijn hemd en op mijn broek, dat ik eigenlijk niet wil dat dat... Vind. Jij, jij zit hier heel nonchalant met je ja, pak, hè? Ja, ik heb zelfs... Het ja, is nog dan geen kousen, maar uh, ik heb een uitzondering gemaakt omdat het 30 graden wordt. Dus, uh, ja, maar waarom... Ik bedoel, jij zit hier met een pak gewoon naar achter. Ja. Een goeie pak... Maakt nee. je, je je moet je moet dat mag niet uit. Je skin. moet dat leven. Dat is second skin. Je moet dat leven. Door het te te leven, uit. door de warmte, gaat dat zich nog meer aanpassen op je lichaam. Daarom dat wij goede pakken maken. Oké okay, Massimo, ik, uh, ik, ik vond het een hele eer om uh, u in mijn zetel te hebben. En vooral om eventjes u beter te laten leren kennen door de man die dat ze elke dag zien. Uh, ik wil mij nog eens excuseren als Belg, ook al heb ik er niks dat, mee te maken nee, dat over een, hoe dat ze naar Italianen en buitenlanders hebben gedaan. Zei, ja, maar dat, is, dat was nooit. Je kan het ook niet meer veranderen. We kunnen alleen nu uh, leren en, en veranderen. En ik denk als iedereen die dat luistert ook beseft nou, waar ze vandaag hebben geluisterd. Als je voor een passie hebt, als je er wilt voor gaan en je wilt <coughs> excuseer, diep gaan hebben en je wilt op geraken, dan redt het eigenlijk altijd. Ja. He, Klopt. Okay, uh, Dank je wel nog eens voor de uitnodiging. Wilde jij wat minder bazig doen tegen mij en zeggen wat ik moet eten in Italië, hoe dat ik moet eten, wanneer dat ik moet eten? <laughs> nee, dat blijf okay. ik doen. Dat Dank je wel. Doen. Ik er ook. Oké. <laughs> <laughs> okay. Pironi, ja. grazie. Ja, zeg eens iets uh, in het Italiaans. Bedankt uh, om te luisteren. Grazie mille a tutti. E spero di vedervi in giro, forse da mei Ciao. Forza Azzurri. Forza Azzurri, sì. sempre. <ride> Ciao.